We zijn nu onderweg naar Cathay Pacific. Elke maatschappij heeft zijn eigen grondtijd. Er zijn maatschappijen die binnen een half uur weg moeten. Maar ook maatschappijen die een aantal uurtjes aan de grond staan. Dus daar hebben we iets meer tijd. Maar over het algemeen moet het wel zo wezen dat er met een uur, anderhalf uur, moeten de hele werkzaamheden wel klaar zijn. Ja. We gaan in het vliegtuig kijken dat het helemaal leeg is en dat wij met de schoonmaakwerkzaamheden kunnen gaan beginnen. Zoals men wel ziet als we in de rugtassen en rugzakken hier kijken, dan hebben we allemaal vuil wat in de rugzakken zit en dat wordt door ons allemaal verwijderd. Alle dekentjes worden daar verzameld, alle headrest covers zoals deze, die worden verwijderd en vernieuwd. De veiligheidsriemen die worden op een bepaalde manier worden ze gekruist, zodat het een eenheid weer wordt. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Voorbeeld, we zijn nu bezig met de Cathay Pacific. Samen wij klaar met de Cathay Pacific, zie je daarna de resultaten hoe mooi, schoon en strak eruit zien. Dat geeft mij weer een lekker gevoel. Papier en plastic wordt van elkaar gescheiden. En dan het restafval dat wordt in perscontainers afgevoerd. En per maatschappij wordt ook de aantal kilo's bijgehouden wat ze aan afval achterlaten. We zijn lekker opgeschoten, het vliegtuig is schoon, dus klaar weer voor vertrek. En wat ons betreft zit onze taak hier in het vliegtuig zit erop.